Goedemorgen mensen van deze mooie wereld van 3 februari 2018. Het is nu net 10 over 10. Ja, en ik zou eigenlijk om 10:30 worden opgehaald. Maar helaas gaat dat niet door, want diegene heeft pech met zijn auto. Dus ja, maakt helemaal niet uit. En dan morgen 4 februari moeten we er ook vroeg uit, want dan gaan we naar Alphen aan de Rijn. Dus ja, na de Husky Meeting. Met Max, Lady en Lovely. En Roderick gaat ook gezellig mee. Ook de eerste keer voor hem. Dus dat wordt ook spannend. Maar dat maakt niet uit. Ik sleep hem er wel weer doorheen. En deze twee die zijn lekker aan het stoeien. Nou ja, nu dan even niet. Lovely. Hey. Nee, geen zin in. Nee, allemaal puppyhaartjes. Dat jeukt. Jeukt vrouwtje. Yeah. Nou, bij deze zeg ik maar weer heel veel kijkplezier. Nou, zoals jullie weten heb ik dus reuma in mijn bloedvaten. En dat is eigenlijk over het algemeen in mijn handen en in mijn voeten. Nou, ik heb het vandaag heel slecht, maar oké. Ik heb eventjes een uurtje gewoon even lekker op de bank gelegen. Nou, ik ga er even van tussen, want ik ga even Max even uitlaten. Ja, Max de whiskyhond. Ga ik even gelijk even opstappen. Nee, reclame. Ja. Nee, ik ga dus even Max even ophalen, even uitlaten. Dat heeft Roderick namelijk even aan mij gevraagd of ik dat zou willen doen. Nou, dan ga ik dat toch even doen. Ja, precies. Dus daar ga ik nu even naartoe. Even naar Max de hond. Ja. Dus die krijgen jullie ook wel weer even te zien in de vlog. Nou, en ik ben nu vlog 129 even aan het uploaden. Het is vandaag 3 februari. Morgen 4 februari, dus het gaat lekker hard zo. Dus ja, ik neem jullie gewoon gezellig even weer mee. Dus jullie zien nu Max. Max, kijk eens. Wat is er dan? Wat is er dan, schat? Wat is er dan? Wat is er dan, kerel? Wat is er dan? Hé, hey, ja, daar zit wat lekkers in, dat weet ik. Ja, maar dat is er voor straks. Dat is er voor straks. Hé, hey, kerel. Max. Is dat zo, schat? Ik hou ook voor jou, hoor. Lekker. Niet? Hé, hey, Max. Hey, lekker kind. Hi. Ja, er zit lekkers in, dat weet ik, schat. Het is voor strakkies. Ja, dat is er voor strakkies. Dat is er voor strakkies. Niet bijten. 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 Wat doet auw wat je nou doet? Ja, nou, dit is dus Max. Nou, daar ben ik dus met Max lekker buiten. Ben ik hier dus net eigenlijk aan het oversteken. Maar ook mijn eigen hond moet eerst zitten als ik aan het oversteken ga. Dus ik wil hem dus ook laten zitten. Komt er een overbuurvrouwtje met haar twee honden op de scooter. Scootmobiel, moet ik het wel goed zeggen. Ja, dat en dat gaat niet goed. En dit en dat en zus en zo. Want het heeft blauwe ogen. Ja. En dus... Ja, maar je moet dan rondjes draaien. Nee, dat moet helemaal niet. Hij moet gewoon gaan zitten. Klaar. Niks mis mee, hoor. Buurvrouw, als je dit ziet. Ja, buurvrouw. Ja, en met haar mooie twee rondjes op en op de scootmobiel. Dan weet je ook wel wie ik bedoel, toch? Ja, als je dat ziet, dan weet je wel dat ik het tegen jou bedoel. Ja. Deze husky, Max, die is niet zo heel veel om me gewend.
volgens ons. Dus die moet gewoon gaan zitten, et cetera. En we zijn hem dus gewoon eigenlijk vanaf puppy zijnde gewoon aan het opvoeden. Nou, niet zijnde, maar dat doen we gewoon. En ook op advies van onze vriendin uit België. Ja, dus ja, dan doen we dat ook maar gewoon. Max. Max. Max, kijk eens. Max, kom eens, kijk eens. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Even terug. Max, ja. Wat is ze mooi. Wat is ze mooi. Max. Nee, veel te druk. Hey, kerel. Ja. Wat is ze mooi. Zo, het is nu net 7 minuten over 4 of zo geweest, zag ik. En ik ben nog lekker even aan het lopen met Max. In mijn lot, in het park, in het land, op het landgoed, in het landgoed. Ik vind het helemaal prima. Ga je mee, schat, deze kant. Kom maar. Moppie doppie. Ga je mee? Max, kom maar. Ja, grote kerel, kom maar. Ga je mee? En trekken doe je ook niet meer, hè? Nee. Lekkere lijnen, deze. In plaats van die rollijnen. Is veel helemaal beter, is zo, hè? Mooi tuigje. Ook dat nog. Ja. Ja, Max. Ja. Dit is lekkerder, hè? Ja. Max, kom eens hier. Max, kijk eens. Hé, is camera. Hé. Ben jij mooi? Dan ben jij mooi. Dan ben jij mooi. Hey. Max. Hey, ja, kom maar. Ga weer verder, kom maar. Je pootje, schat. Je pootje. Ja, en jij loopt dan niet verder? Nee, doe maar. Nou, kun je weer verder hoor, schat. Kom maar. Nou, ja. Mooie boompjes. Ja, oh, goed zo. Grote jongen hoor. En dan ga ik zo meteen nog eventjes een blokje in met mijn meiden doen. Ja, kom maar kerel. Goed zo. En dan moet ik alles nog klaarmaken voor morgen. Ook dat nog. Ja. En dan zeggen ze dat het koud is, zou gaan worden. Ja. Nou, ik ben dus onderweg naar Roderick. Ja, ik ben nou nog bij de brandweerkazerne. Ja, schiet niet echt op. Maar vlog op de fiets is ook levensgevaarlijk. Dus ja, maar wat ze ook in de auto doen, dat ken ik dus ook op de fiets. Vanzelf. Vloggen op de fiets. Ja hoor. Wie kent dat nog? Nou maar niet. Zeker wel. Dat is leuk. Je ziet niks. Ja, nu wel hoor. Ja, ga ik jullie even wisselen en naar mijn andere hand toe. Joehoe. Zo, dat is een stuk beter. Want ik ben met sturen weer links, want daar rem ik toch het beste mee. Dus ik laat jullie even een kleine impressie zien van welke route ik neem. Ja! Bij de nieuwe veenmolenpad, ja. Geen idee. Ja, en ik heb Roderick inderdaad aan de telefoon. Mochten jullie dat er nog ontgaan zijn. Mijn batterijen versparen, dus jullie zien me zo weer terug. Ik wil jullie weer onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Ik zou zeggen, zoals anders altijd, gooi dat blauwe duimpje omhoog.
Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat even leuk een comment achter, want dat vind ik wel leuk. Een beetje in interactie en met mijn mensen die mij volgen. Ik zou zeggen, heb je het leuk gevonden? Doe dan eventjes wat ik net zei. En dan zie ik jullie heel snel terug bij mijn volgende vlog.